Je hebt de hele wereld al gezien, van Evenaar tot bij de Polen. Goedemorgen allemaal. Het is onderhand alweer 11:15, dus ik kan nog morgen zeggen. Ik heb al gedoucht en me aangekleed. Ik ga nu even ontbijten en dan vanmiddag ga ik naar Ruby toe. En dan ga ik met Ruby weer terug en dan ga ik naar Kimberly en Mandy toe. Gaan we even gezellig chillen en ja. Zo, ik ben nu een heerlijk eitje aan het bakken. Ga ik die even opeten, ga ik even snel wat make-up doen. En dan ga ik richting Ruby. Ik heb er zin in. Goedemorgen iedereen! Het is, ik weet het eigenlijk niet eens, het is donderdag in ieder geval. En we gaan vanavond natuurlijk weer naar de Veluwe. Maar ik ga nu naar Mandy, daar zijn Ruby en de Dijsters ook. En dan gaan we, ik weet eigenlijk nog niet wat we gaan doen, maar dat zien jullie daar allemaal wel weer. En maar het begon te regenen, dus ik dacht ik ga lekker met de auto. Blijf ik lekker droog. Dus dan zie ik jullie zo wel weer. Oké, ik wou dus naar Mandy toe. Maar het duurt zo lang voordat ze reageert. Dus dan moet ik weer wachten tot ze reageert. Dus ja, en ik ben alleen thuis nu. Mijn moeder is even boodschap doen. En het is echt, volgens mij wordt het straks echt kloten weer gewoon. Als ik dat zo zie. Want het is echt gewoon grijs en blauw. En blauw, ik bedoel gewoon grijs. Grijs weer gewoon. En volgens mij gaat het echt zo regenen. Als maar geen onweer komt, dan vind ik het dan prima. Oké, moet je even kijken. Het regent keihard gewoon. Yo, yo, yo. Ik heb een nieuw vriendje. Kijk eens. Hey. Luna is zomaar naar boven gevlucht. Ja, hè? Ga maar, niet likken. Ik vind je best oké, maar als je me gaat likken, dan vind ik je niet oké. Nee. Luna is lief, hè? Ja, mag ook, hou ik eigenlijk niet van honden, dus maar ja. Ze kwam opeens naar boven en we zijn ja, echt zo van, wat de fuck is dit? Ja, echt heel random opeens. Hè? Stoute hond. Oei. Nee, dat is zielig. Nee joh, die lukt niet. Nou, wij gaan in ieder geval zo naar Kimberly en Mandy. Mandy. Yes. En jij gaat je kleren opvouwen? Ja, dit zijn mijn kleren inpakken skills. Nee, ik zie echt jij zo op, denk ik echt van, hoezo val je op die manier op? Ja, dat is gewoon zo snel. Ja, dat kan niet hoor. Dikke liefde hier ook. Yes, ik ben met Mandy thuis. Hallo. We gaan vanavond weer naar de Veluwe. Joehoe. En ook ons Frans Bauer en Andreas Junior en een band die we niet kennen. Maar ze hebben ze tussendoor weer een DJ hebben, denk ik. Net zoals gisteren. Ja, iets van Sesam Sensation of zo. Dat is een coverband die, tenminste, dat had ik gelezen, ik weet niet of het zo is. Maar die zingen dan weer liedjes, zeg maar, van andere bekenden of zoiets. Ik hoop echt dat hij dat liedje gaat zingen. Ik wil skippen om mijn skippiebal. Ja, vast wel. Ik wil skippen totdat ik val. Oké, we gaan wat drinken. En we zitten te wachten op Nadia en Ruby. En dan ga ik straks een boodschap doen. Dan ga ik weer naar huis. Ga ik omkleden, bla 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 bla. En dan gaan we naar Veluwe. Nu met Ruby in de winkel. Ruby is aan het passen. Zul je iets nieuws kopen? Want we gaan vanavond naar Veluwe. Hartstikke leuk. Ruby en ik zijn nu onderweg naar Veluwe. We hebben ook echt naar één fiets. We hebben ook echt een fiets zonder remmen gewoon. Weet je hoe gevaarlijk? Daar komt de auto aan, fucking hard. Of vet hard en we kunnen niet eens remmen. Wat een dilemma. Ja, kom maar goed. Joh. We zijn weer bij Veluwe. Eerste dag vandaag. Super veel zin in. Even muntjes. Ja, ik moet wel muntjes hebben, anders kom ik nog neer. Laia gaat muntjes kopen en ik heb al een beetje. Ja. Het is zo een klein aantje, hè? Ja, ik voel me al klein. Echt wel klein. Ja, maar we gaan een muntje halen en dan gaan we binnen. Is een
Hiervoor betalen! What the fuck? Het komt uit de hemel! Kom, we gaan die kant omhoog.